Dan hebben we een extra regeling van werkzaamheden op verzoek van mevrouw Van der Plas van BBB. Het woord is aan mevrouw Van der Plas, BBB. Gaat uw gang. Dank u wel, voorzitter. Op dit moment zijn Rijkswaterstaat en Schiphol op een strooptocht, wil ik het bijna zeggen, zoals de heer Ginwis het afgelopen week ook uitdrukte, om boeren uit te kopen en die stikstofruimte te gebruiken voor de luchtvaart en het uitbreiden van snelwegen. Dit heeft helemaal niks te maken met natuurherstel. Het kabinet die heeft beloofd voorrang te geven aan de pasmelders. Die vallen nu één voor één om, krijgen te maken met dwangsommen. De voorrang geven aan de pasmelders is nu een inspanningsverplichting. En ik wil hier graag een debat over. Dank u wel. Kijken of daar steun voor is. De heer Thijssen, PvdA. Ja, er moeten 100.000 woningen gebouwd. De natuur moet beschermd. We hebben minder stikstof nodig, maar meer boeren. Dus heel veel steun voor dit debat. De heer Omtzigt. Voorzitter, steun van harte voor dit debat. Ik ben best wel geschrokken over de omvang daarvan. Ik zou ook graag gewoon een lijst willen hebben van welke ministeries opgekocht hebben. Weten we nu alles? Of zijn er nog andere ministeries of agentschappen of weet ik niet wat die aan het opkopen geslaagd zijn? Dus hoeveel hebben ze boerderijen en hectares en rechten hebben ze de afgelopen jaren omgekocht? En daarna graag een debat volgende week. Dank u wel, de heer Bisschop, SGP. Voorzitter, op 28 februari jongstleden is het legalisatieprogramma voor pasmelders samen vastgesteld. Dat betekent dat het binnen 3 jaar het geëffectueerd moet worden. Maar het is heel duidelijk, we kunnen het niet op zijn beloop laten. Het heeft haast. Er wordt door allerlei rijksorganen wordt er tot grote woede, terechte woede van provincies, worden er opkoopprogramma's gestart. En het is dringend nodig om daar het gesprek over te voeren, het debat over te voeren. Ja. Ook hoe we het legalisatieprogramma kunnen versnellen. En ik sluit me graag aan bij de wensen voor informatie van de heer Omtzigt. Mevrouw Bromet, GroenLinks. Ja, voorzitter, het liefst zouden wij dit debat natuurlijk voeren op het moment dat we alle brieven die beloofd zijn en die zo lang beloofd zijn al door het kabinet daarbij te betrekken. Dus ook een verzoek, een steun voor het debat, maar wel een verzoek aan het kabinet om die brieven dan ook voor dat debat naar de Kamer te sturen, want volgens mij zijn ze klaar. De heer Boswijk, CDA. Ja, voorzitter, dit is inderdaad niet uit te leggen dat je het ene moment, en ik was van de week met de collega van Kampen bij een familie, ja, die staan tranen huilen dan het lachen. En dat tegelijkertijd de overheid, diezelfde overheid, allemaal stikstofruimte wegkaapt. Dus u steunt het debat? Voorzitter, wij hebben eerder mondelinge vraag hierover gehad, eerder deze week. Toen hebben wij gevraagd om extra informatie, onder andere wat de heer Omtzigt vraagt. Daar heeft het kabinet ook toegezegd. Ja. Er zijn schriftelijke vragen gesteld. Dat willen wij eerst afwachten, dat we daar ook een brief over krijgen. En als we dat krijgen, dat we dan gaan kijken of er een debat moet komen, of dat we het wellicht bij de begrotingsbehandeling betrekken met extra spreektijd. Dus u steunt nog geen debat, eerst de informatieverzoek, de heer Van Kampen, VVD. Voorzitter, dat beeld van een soort wild westen met stikstofruimtehandel over de rug van boeren, dat vinden we allemaal onwenselijk. En daar moeten we met elkaar een stevig debat over voeren met het kabinet. En ik steun de lijn van Boswijk om het kabinet te vragen om snel antwoorden op onze Kamervragen te krijgen. En ik zou dat ook het voorstel aan collega Van der Plas ter overweging willen geven wat de heer Boswijk doet. Laten we dan in die week van 6 december, waarop we de begroting behandelen, 2 dagen lang met het kabinet, dus nou wat extra spreektijd vragen, zodat we hier wat langer bij stil kunnen staan. Ik denk dat dat de snelste manier is om het debat te voeren. Dus geen steun voor een extra debat. Dat gaat nog veel te lang duren. Eerste volgende moment is de begroting. De heer Kops, PVV. Ja, voorzitter, alles wat er gebeurt rondom stikstof, het is een zootje, echt. En de boeren zijn de dupe. Dat kan niet. Dus van harte steun voor dit verzoek. De heer Sneller, D66. Ik sluit me aan bij het procedurele voorstel van collega Boswijk. Mevrouw Bikker, ChristenUnie. Voorzitter, mijn collega Grimmes heeft zich niet voor niks luidruchtig ook uitgesproken tegen die strooptocht, zoals hij het verwoordde. Maar nu wel eerst de informatie, de antwoorden op de vragen. En dan is het de snelste manier, denk ik, dat debat rondom de begroting van landbouw. En ik zou de voorzitter willen suggereren om daar wat minuten spreektijd toe te voegen, zodat we zo snel mogelijk ook met de ministers hierover spreken. Dank u wel, de heer Van Nispen, SP. Natuurlijk moet alle informatie die gevraagd is naar de Kamer. Steun vanuit de SP voor een debat. En wat ons betreft moet dit een apart debat worden. Je kunt niet alles onder de begrotingsbehandeling voegen. De heer Wassenberg, Partij voor de Dieren. Ja, voorzitter, het stikstofbeleid moet gericht zijn op één doel, namelijk natuurherstel. En al het andere gemarchandeer, dat is allemaal heel onverkwikkelijk. Dus wij steunen dit debatverzoek. Dank u wel, de heer Everiem. Ja, voorzitter, ik heb nooit mooie tekstjes voorbereid, dus gewoon steun. De heer Asserkan van Denk. Ja, voorzitter, ook eerst de brief afwachten. En de suggestie om dat bij een begroting, ik weet niet of dat zomaar kan, dat we bij een begroting minuten toevoegen. Ik dacht dat er andere regels voor waren.
Dus ik denk dat dat voorstel van de coalitie niet opgaat. Ja, gaat u goed, sorry. Nee, dus mijn vraag is, kun je me niet toevoegen aan de begrotingsplan? Ga ik zo iets over zeggen. Ja, ja, maar voorlopig even geen steun. Okay. Ook namens Den Haag. Mevrouw Koekoek. Steun op basis van alle informatie in het eerstvolgende moment inderdaad. Ja, dank u wel. Er is geen meerderheid voor uw verzoek, mevrouw Van der Plas. Er is wel een informatieverzoek door een aantal leden. Dat zullen wij ook doorgeleiden richting kabinet. En verder zijn er wat suggesties gedaan, onder andere om dat mee te nemen, het onderwerp bij de begroting. Leden gaan natuurlijk over hun eigen spreektijd en de duur daarvan. Mevrouw Van der Plas. Ja, ik wilde graag wel kort wat over zeggen. Had ik wel 30 leden? Ja. Dus die wil ik dan graag sowieso noteren. Dan zetten we deze op de lijst. Ja, nog heel even kort over dat zo'n debat te lang gaat duren. Nou kijk, ik vraag of die volgende week op de agenda gezet kan worden. En extra spreektijd, ja, dat gaat wel af van de andere begrotingsspreektijden minuten. Dus ik vind dat helemaal geen optie om het daar extra spreektijd aan. Dat is gewoon een soort van U-bocht om het verder uit te stellen. Ja. De pasmelders kunnen niet wachten. We gaan even geen discussie verder over hebben. Dat we is hebben mijn het, conclusie. We hebben het afgeconcludeerd. Ja. Het is in ieder geval een 30-leden debat. En de leden bepalen zelf tijdens de begroting of ze hier aandacht aan willen besteden. Ja, daar nog iets over te zeggen? Ja, ik had gehoopt dat het debat wel toegelaten werd. En, ja, maar dat is niet het geval. Nee, dat snap ik. Dat is niet het geval. Dus besloten, dat is per meerderheid. Maar dan wil ik wel graag dat het informatieverzoek voor dinsdag eind van de dag hier ligt. Want dan wil ik echt die lijsten hebben. Prima, dat zullen wij ook op deze manier zo doorgeleid naar het kabinet. Ja, voorzitter, volgens mij heeft de Kamer in meerderheid het voorstel gedaan om extra minuten op te plussen bij de begroting. En dat is een nieuw voorstel en daar kan de Kamer gewoon in meerderheid toe besluiten. Dus dat hoeft niet af te gaan van andere begrotingsbehandelingen. Plak er gewoon een paar minuten bij op de spreektijd, zodat we dit onderwerp zorgvuldig en snel kunnen behandelen als het kabinet alle informatie heeft toegestuurd. Wij komen op dit verzoek even terug. Ik zie dat daar een meerderheid op is, maar ik wil het procedureel gewoon even goed uitzoeken wat dat betekent. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze regeling van werkzaamheden. Ik schors de vergadering voor een enkel moment.